FC Emmen kent dit seizoen veel nieuwe spelers en een compleet nieuwe technische staf. In de rubriek Even voorstellen maakt u de komende weken nader kennis met al deze spelers en trainers. Vandaag in Even voorstellen. Karel IJzerman, ik kom uit Emmen. 20 jaar. PEC Zwolle, Emmen, Heerenveen en VV Emmen en KSC Schoonen. Dat ik altijd bij mijn vader ging kijken, voetbal kijken, bij Schoonen. En dat hij altijd zo goed voetbalde. En daar begon het bij, dat het altijd zo leuk was daar. En was ik misschien 4 jaar of zo, 3, 4 jaar dat we altijd gingen kijken. Ik ben op mijn 5e ben ik begonnen. Dus gelijk toen ik kon, ben ik mee gaan doen daar zo. Dat ik altijd een hard schot had. Dat ze altijd dachten dat ik ouder was dan dat voor die leeftijd was. Ja, mijn familie natuurlijk. Zoals iedereen eigenlijk is ouders hartstikke belangrijk. Daar krijg je de voetbalschoenen van. Die brengen je naar de club. Die kijken naar je. Mijn broers natuurlijk ook. Die zijn ook druk bezig met voetbal. Dus daar heb ik ook altijd veel van geleerd. Ouders die kijken overal. Het is gewoon een goede steun heb je daar. Ik denk dat ik bij Zwolle wel heel veel heb geleerd. Gert-Peter de Gunst heb ik veel van geleerd. Albert van Haar. Dat zijn wel belangrijke jaren voor mij geweest. Pasen, positiespel. Wat belangrijk voor mij is. Zoals mentaal. Heb ik wel wat probleempjes mee gehad in het veld. Als er dingen fout gaan, dan ben ik nog wel eens teleurgesteld. En daar blijf ik dan in zitten. En bij hem heb ik geleerd dat het... Door dat goed te doen. Als dat niet goed is, dan speel je ook niet lekker. Dan zit je niet lekker in je vel. Het moet wel echt vanuit jezelf komen. Zij zeggen het wel, maar het is wel heel moeilijk. Maar uiteindelijk, je moet gewoon doorgaan en met je kopje gewoon lekker voetballen. Ik denk toch wel de stap hierheen. Want nu zit ik bij een eerste team, zit ik er vast bij. En dan, dat leer je toch wel veel van. Het is wel een stapje hoger dan de belofte daar. Het eerste daar heb ik ook wel een aantal keren meegetraind en dat was natuurlijk wel weer een stapje hoger. Dat verschil merk je wel. En daarom ben ik ook hierheen gegaan, die stap was net iets te groot naar daar, naar het eerste. Ja, in de C'tjes, of nou ja, voetbalschool zelfs. Dat ik bij de voetbalschool met heel veel jongens mocht meetrainen en dat je geselecteerd werd. Dat is mijn eerste herinnering. Ik was hier wel heel vaak aan het kijken. Het was ook een goede periode bij FCM toen. Het ging goed. Dus het was leuk om te kijken. Er zat veel publiek hier. Ik had niet echt voorbeelden of zo. Ik heb me nooit echt daarmee bezig gehouden. Natuurlijk, je kijkt wel op naar die spelers. Dat is wel grappig, omdat je nu zelf voetbalt. Maar ik heb nooit echt voorbeelden gehad of zo. Natuurlijk, bij het Nederlands elftal was Jaap Stam. Dat was natuurlijk een groot voorbeeld. Dat was echt een topspeler. Dit seizoen is dat ik mag spelen. Dat ik gewoon goed ontwikkel. Dat ik belangrijk word voor het team. En dat ik fit ben. Dus dat ik fit blijf. En dat ik gewoon alle trainingen mee mag doen. Invallen, daar moet ik mee beginnen. En dan moet ik me laten zien. Ik zit er dicht tegenaan, maar ik moet wel fit blijven. En dat is bij mij een probleempje op dit moment. Ik denk dat we wel na competitie moeten halen. Dus zullen we dan wel weer zien. Je weet nooit hoe het gaat. Het is nu nog, het gaat alle kanten op. We winnen goede wedstrijden, we hebben slechte wedstrijden. Dus het is moeilijk te zeggen, vind ik.